Maar onze elite, voorzitter. Onze elite, zoals ze daar in elkaar zitten, houdt zich liever met hele andere dingen bezig. Kijk maar naar die bouwstenen. De aanzet voor een nieuw regeerakkoord die het politieke liefdespaar van de eeuw, Rutte en Kaag, in de zomer hebben geproduceerd. Zelden hebben plannen het daglicht gezien die zo ver afstaan van de problemen van de mensen in Nederland. Ze zijn totaal losgezongen van de werkelijkheid van de gewone man. Hun bouwstenen voor Nederland gaan over diversiteit en regenboogakkoorden. Over een klimaatneutraal en fossielvrij Nederland. Over een betere behandeling voor arbeidsmigranten en een sterkere Europese Unie. Over ontwikkelingshulp en nog meer legale migratie. Hun activistisch pamflet heeft meer weg van een soort nationale zelfmoordbrief. Ons geld, onze soevereiniteit en onze cultuur wordt collectief de grens overgegooid. Voorzitter, en als dat je al niet raakt, dreig je het slachtoffer te worden van die vreselijke woke-dictatuur van politiek correct Nederland. Met een verstikkende, dwangmatige identiteitspolitiek die doet denken aan de ergste totalitaire regimes. Niets mag meer van ze. Van Zwarte Piet tot het woord blank, van de VOC tot de Gouden Koets. Alles willen ze verbieden. Iedereen moet buigen. De Nederlandse spoorwegen verwelkomt passagiers niet meer met goedemorgen dames en heren, maar met goedemorgen reizigers. Toiletten worden genderneutraal gemaakt. En ik zeg tegen al die aanhangers van die gekkigheid, jullie kunnen mijn rug op, de rambam krijgen. Nooit zullen wij ons aanpassen aan jullie zelfhaat. Nooit. Wij zijn trots op wie we zijn. Wij zijn geen racisten als we blanke blank en zwarte zwart noemen, want feiten zijn feiten. En wij zijn trots op onze Gouden Eeuw, op onze nationale helden als Piet Hein. En niemand, maar dan ook helemaal niemand, neemt dat van ons af. En het woord genderneutraliteit kunnen we niet meer aanhoren, voorzitter. Terwijl bijna een kwart van de 15-jarige scholieren niet goed kunnen lezen en schrijven, krijgen kinderen op veel basisscholen les over de zogenaamde genderkoek. Leren ze op de basisschool, leren ze over panseksuele en genderneutrale. En ik zeg, hou op met die ongein. Laat die kinderen met rust. Gun het een kind om kind te zijn. En laat de seksuele opvoeding aan ouders over. Leer onze kinderen op school maar eerst fatsoenlijk rekenen, lezen en schrijven. Maar voorzitter, dit kabinet heeft nog veel meer verkeerde prioriteiten. De gewone man en vrouw heeft het nakijken. Die moeten zien dat er meer geld gaat naar massa-immigratie, klimaatbeleid en de Europese Unie. Dank u wel. Interruptie van de heer Jette, D66. Ja, voorzitter. Weer een tirade met alleen maar boosheid en negativiteit van de heer Wilders. En hij is weer tegen van alles. Hij wil ook weer van alles verbieden. Hè. We hebben hier al eerder vastgesteld in grote debatten dat hij fan is van dictator Orbán in Hongarije. En het begint toch ook wel echt perverse vormen nu aan te nemen. Want ook hier in Nederland wil de heer Wilders van alles verbieden als het niet in zijn hokje past. Maar ik wil er toch weer even een ander wereldbeeld tegenover zetten. Want hij heeft het hier over de woke teksten die we op scholen leren, over diversiteit en dat soort zaken. Voorzitter, ik ben er trots op. Ik heb vaker met de heer Wilders gedebatteerd over de belangen om de LHBTI-gemeenschap in Nederland te beschermen en hun rechten te vergroten. Als je kijkt naar jongeren die worstelen met hun identiteit, die niet zichzelf kunnen zijn thuis, die niet zichzelf kunnen zijn op school, dat zijn jongeren die zich vaker depressief voelen. De zelfmoordcijfers onder jongeren die LHBTI zijn, liggen vele malen hoger dan de zelfmoordcijfers onder hetero-jongeren. En dat is, mevrouw de voorzitter, waarom we in dit land ervoor zorgen dat we met goede voorlichting en met aandacht voor seksuele diversiteit ervoor zorgen dat elke Nederlander zichzelf kan zijn. En laat ik het zo zeggen, ik ben er trots op dat ik als homoseksueel die fractievoorzitter kan zijn in deze Kamer. Ik ben er trots op dat we met Lisa van Ginneken voor het eerst een transgender persoon in de Kamer hebben zitten. Ik ben er trots op dat in Nederland mensen de regenboogvlag uithangen omdat ze het niet pikken dat je in dit land nog steeds kan worden weggezet vanwege je seksuele geaardheid. En de heer Wilders doet maar lekker mee met Orbán en zijn vriendjes om al dat soort dingen te bestempelen als fout en negatief. Maar ik zal hem beloven, ik zal er altijd voor strijden dat in dit land iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. Of dat je nou een zwarte huidskleur hebt, een islamitische achtergrond of toevallig op iemand valt die van dezelfde seks is als jij. De heer Wilders. Ja, voorzitter, maar dat betekent niet
dat we die woke gekkigheid al in de hoofden van onze jonge kinderen moeten stoppen. Doe eens normaal, zeg. Ik heb dat eens opgezocht, mevrouw de voorzitter, waar ik het over had, hè? Want waar de heer Jette zo voorstander is. De gendercook, hè? Dat is in maart op bijna alle scholen in Nederland onderwezen. In de week van de lentekriebels, je moet het maar verzinnen. En voor alle basisscholen, door de GGD en de Rutgers Stichting, hebben kinderen op de basisschool, weet je hoe oud die zijn? Op de basisschool, die hebben geleerd dat er behalve een man en vrouw, dat er ook een genderqueen is en een genderloosheid en androgyne mensen en trans mannen en trans vrouwen en two-spirits en panseksuelen. Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid. Laat onze kinderen kinderen blijven. Dat is wat ik betoog. Niemand heeft wat tegen de LHBTI-gemeenschap. Ik heb er ook helemaal niets tegen. En als mensen in een situatie van geslacht willen veranderen, be my guest. Maar je laat de kinderen die nog niet eens kunnen lezen en schrijven, dat je laat je toch niet op de basisschool dit soort gekkigheid in hun hoofd stoppen. Waar zijn we helemaal staan mee bezig? Dit is de woke-dictatuur. Het is een totalitaire dictatuur. We mogen niet meer praten over Zwarte Piet. We mogen niet meer trots zijn op onze nationale helden. We mogen niet meer zeggen blank en zwart. Het mag allemaal niet meer. Allemaal fout. Maar onze kinderen leren we over transvrouwen, genderqueens en two-spirits. Nou, mijn rug op. De heer Jette. Voorzitter, we geven dit soort voorlichting op scholen, zodat kinderen die al voelen van jongs af aan dat ze niet helemaal in de hokjes passen die we eeuwenlang aan onze maatschappij hebben opgelegd. Dat soort kinderen leren dankzij dit soort voorlichtingen, hey, ik mag er ook zijn. Ik kan ook mezelf zijn. En dat geeft kinderen zelfvertrouwen. Helpt kinderen om hun weg in het leven te vinden. En daarom is het zo ontzettend belangrijk, zeker ook gezien die cijfers van depressie en zelfdoding, dat we dit inderdaad op basisscholen, middelbare scholen, maar ook op mbo's, hbo's en universiteiten onderwijzen. En voorzitter, ik zie heel vaak allerlei filmpjes voorbij komen van homofobe mannen die bang zijn dat als ze naar dit soort voorlichting moeten luisteren, dat ze dan zelf ook homoseksueel of wat dan ook worden. Kan de heer Wilders beloven, zo werkt het echt niet. Je wordt geboren, je ontdekt wie je bent en de heer Wilders hoeft niet bang te zijn dat als hij een keer een voorlichtingsfilmpje krijgt, dat hij dan misschien ook bij een andere letter van het alfabet uitkomt. Ja. De heer Wilders. Nou, ik ben er niet bang voor, hoor. En ik heb er ook niks op tegen. Ik zeg alleen maar, daar gaat u niet op in. Doe dat niet met kinderen. Een derde van de kinderen, mevrouw de voorzitter, komt op de 15-jarige leeftijd, kan niet goed lezen en schrijven, is semi-analfabeet. Dus wat je zou moeten doen, is je rare woke-ideologie totalitair opdringen aan de jonge kinderen, maar je moet ze leren lezen en schrijven. Zodat als ze zelf groot zijn en volwassen zijn, hun eigen mening kunnen bepalen wat zij hiervan vinden. Zo zit een liberale democratie in elkaar. Je stopt de kinderen niet vol met ideologische rambam, maar je leert ze lezen, schrijven, goed nadenken, gewoon de basisprincipes in het onderwijs, zodat ze later, als ze volwassen zijn, een eigen mening kunnen vormen. En ik heb geen kinderen, maar ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn kind van 6, 7, 8 jaar op de basisschool leert over genderqueens en two-spirits. Hou op! Dat heeft niets te maken met goed zijn voor mensen die een ander geslacht hebben of een andere voorkeur hebben. Allemaal prima. Maar hou op met die kinderen. Dat is het bewijs van de woke-ideologie die totaal doorslaat en het niet meer heeft waar het over zou moeten gaan.